Goedemorgen en welkom bij Vlogmas dag 6. Dat kan ik niet opeens. Vandaag wordt een hele leuke vlog, hoop ik. Want we gaan een kerstboom neerzetten. Eindelijk. Ik wilde dit eigenlijk al 2 weken. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Leugen. En nog niet eerder dan... Sinterklaas weg was. Ja. Ik zei het vorige week al. Ja, jij wilde het al vorige week, ja, hè? Nee, jij wilde niet. Ja. Voelde het. Ja. Nee, maar weet je wat het is? Ik voel me... Ik wil niet dat het te lang rommel hier in huis. En kerstspullen in huis voelt toch een beetje als rommel. Dus ik probeer het een beetje uit te stellen. Anders krijg ik weer de schuld dat het rommelig is in huis. Ja, hè? Mij zegt hij niks meer, hè? Nee. We gaan in ieder geval een kerstboom halen. Hier ergens moet de kerstboom. Die moet weg. Daar komt de kerstboom. Oh. Merry Christmas. Ik vraag me toch af wat ik met jou moet. Nou, ja, dat weet ik niet. Ga dan weg bij mij. Ja, je staat in mijn huis. Ga jij dan weg bij mij? Wat zijn nou het filmen? Ja. Ik doe niet mee aan vlogmas. Wat heb jij voor jas aan? Moet je eens met je eigen zaken? Oh. Ik ga gewoon even vastleggen hoe vervelend jij af en toe bent en onaardig. Ik pak gewoon mijn spullen. Laat me rust. Laat me rust. Ik heb een gemeen vriendje. Let's go! Pruilip. Ja, deze. Die moet wel een beetje uitzakken. Die is wel klein hoor. Klein? Het is net zo groot als ik ben. Ja, ja, ik vind hem wel mooi. Ja? Die is ook wel... Niet die grote. Die grote? Daar gaat hij komen. De plant is weg. Zo, daarheen. Best wel. Dit ding recht krijgen is echt niet leuk gewoon. Dat duurt echt lang. Bomen zijn echt krom van zichzelf. Perfect, perfect, perfect. Dit is het resultaat van de vloer. En nu moet hij nog uitzakken. Want hij zit nog best hoog. Zo, zoep, maar hij moet... Zoep. Dat is Nicky's doos. Met spullen. Dus ik ben heel erg enthousiast. Want ik wil precies zien wat voor ballen die allemaal heeft. En dit is mijn doos met leftovers. Ik heb natuurlijk al een hele hoop ballen in deze boom zitten. Kijk, we hadden gewoon al een boom, hè. Ho, ho, ho. Dat was echt wel kerst in mijn huis. Maar, nou ja, Nicky's huis. Maar nu komt het echte werk. Nou, ik vind dat ik de lampjes best goed verdeeld heb. High five met weer. Ja, geen stukjes overgeslagen. Wat ik best grappig vind is dat Nicky en ik allebei rood en gouden ballen hebben. Dus we kunnen onze ballen gewoon combineren. Dat is toeval. Gouden ballen. We beginnen met slingers. Gouden slingers. Oh, het proces is altijd niet zo mooi. Ik vind namelijk die slingers nooit zo mooi. Hij focust ook niet echt lekker, hè? Nee. Maar ik vind de slingers nooit zo heel mooi. Maar ja, als de ballen erbij hangen, is het toch wel mooi. Ik ben aan het sloom doen. Ik ga nu de ballen erin hangen.
De rode ballen hangen erin. Dit zijn een beetje de opvulballen. Dus die moeten de boom een beetje vol laten lijken. En nu komen eigenlijk de echte ballen er pas in. Maar oh, wat is dat toch magisch, hè? Zodra de ballen erin hangen, is het meteen een boom, een kerstboom. En ik vind hem zo, zo mooi. Ja, ik ben blij dat we voor rood zijn gegaan, weer. Ik heb al jaren een rode kerstboom, maar ik blijf het mooi vinden. Dit zijn een beetje mooiere ballen, weet je wel, gekkere dingen. Ik vind ze niet allemaal mooi. Dus deze bijvoorbeeld, die hartjes, die vind ik heel lelijk. Dus die zullen er niet in gaan. Of misschien heel diep in de boom. En verder ga ik die doos van Nicky uitzoeken. Maar die is best wel een zooitje. En ik weet niet of alles wel in de boom kan. Dus dat doe ik als laatste. Uiteraard Sky Radio aan. Moet wel. Dit is ook echt een lekker nummer weer, hè? Dat zijn de gouden touches die erin zitten. En door. Het zijn eigenlijk ook allemaal opvulballen. Dus ik heb de mooie ballen eruit gevist. En wat gekke... Deze zijn pas gek. En die ga ik er nu in hangen. Deze zijn die van Nicky. Verschattig ook. Nicky heeft allemaal van die lusjes eraan gedaan. Ik vraag me heel erg af of hij dat zelf vorig jaar heeft gedaan. Of dat hij zijn moeder dat gedaan heeft. Maar in ieder geval super schattig. Dus hier hoef ik geen haakjes aan. Hij is af. Er ontbreekt nog één dingetje. Wait a second. De piek past er niet op. Hij heeft namelijk een heel klein gaatje en de bovenkant is best groot. Dus we moeten een nieuwe piek zoeken of een andere soort piek. Dus dit is hem. Zo ziet hij eruit. Hij is heel erg rood. Oké, nu heb ik nog een ander projectje. Dat is deze krans. Die wilde ik eigenlijk aan de deur hangen. Maar we hebben niet echt een deur waar die aan kan hangen. Dus nu ga ik gewoon een stukje maken voor hier op tafel. Dat is mijn volgende task. Ik weet niet of ik er helemaal content mee ben, maar we doen het er maar mee. De Christmas update van mijn huis, van Nicky's huis. Dit zet op tafel. Koffer onder de kerstboom, kleedje erover, kerstboom. Ja, de piek helaas nog niet vol. Dan heb ik daarboven nog elandjes gehangen. En ik heb hier een kerstboom neergezet met een foto van ons ervoor. En deze kun je schudden en dat is zo'n sneeuwbal. En daar kan dan ook, zit ook weer lichtjes in. Ja, dat was het. Het is nu een uurtje of anderhalf later. Ik heb heel eventjes gechilled. Ja, je denkt, oh, wat heb je gedaan? De kerstboom opgezet. Nou, ik vind het altijd best een beetje vermoeiend werk. Ik ben er ook al klaar mee daarna. Dan denk ik, nou, ik wil nog een kerstboom meer zien. Echt, iedere bal die ik erop hing, dacht ik bij mezelf, nou, ik ga hem echt niet aftuigen hoor. Dat mag lekker Nicky doen. Hangen denk ik wel. Ik denk dat er wel 100 ballen in hangen. Maar goed, dat terzijde. Ik ben me een beetje mentaal aan het voorbereiden op mijn PT dadelijk om 5 uur met Luno. En ik ga aan Luno vragen of hij wat wil filmen ervan. Want het is wel leuk, dan krijgen jullie ook een beetje de fitness te zien in mijn vlogs. Want normaal als ik sport, dan ben ik in mijn eentje. Nou, soms ben ik met iemand anders en dan wil ik het niet echt vragen. Maar dit is mijn personal trainer en hij wil gewoon ook shine, denk ik. Dan kan je een beetje zien wat personal trainers doen, wat zij doen. Luno is soms zeggen de partner in crime van Nicky. Hun hebben samen een PT bedrijf opgezet. Kracht PT. Mocht je in Culemborg of omstreken wonen, ik zou zeggen doe een keer een proef PT. Ga een keer kijken of het dat voor je is. Ik vind het echt super chill. En zonder hun was ik echt nu al, nou ik denk zonder hun was ik nu al wel 5 kilo zwaarder geweest door mijn huidige levensstijl van tripjes en weinig slaap, veel eten en veel feestjes en noem maar op. Ja, ze kunnen je echt overal mee helpen. Trainingen, dat doen ze bij mij vooral, maar ook echt voeding zijn ze super sterk in. Ze heten niet voor niks kracht PT. Dat is niet alleen spiermassa kracht, maar ook mindset kracht en... Nou ja, dat was even het sell-out momentje voor Nicky. Hij krijgt nog vast wel een keer. Ik denk dat hij vast nog wel een keer in een video voorkomt. Waarin ik wat meer vertel over fitness en voeding. En dat ga ik sowieso niet alleen doen. Dat moet Nicky of Luno even bij helpen. Maar goed, daar ga ik dus dadelijk heen. En ik ben verder een beetje nerveus aan het worden voor Shanghai. Ik vertrek zondag, het is nu donderdag. En ik moet nog een hele hoop doen. Ik heb nog dat geheime project dat ik in vlogmas dag 1 vertelde. Dat, ja,
dat wilde ik voor Shanghai af hebben. Maar het lukt niet. Het gaat niet soepel. Dus ik verwacht niet dat het op tijd af is voor Shanghai. Maar ik hoop dat ik het wel kan vertellen voordat ik naar Shanghai ga. Dus dan kan iedereen, terwijl ik in Shanghai zit, het laten bezinken. En dan na Shanghai gaan we knallen met z'n allen. Dat zou ik leuk vinden. Maar ja, tot die tijd probeer ik zo ver mogelijk af te zijn. Maar ja, ik ben dus best wel nerveus. Ik moet nog zoveel doen voor Shanghai. En ik wil ook natuurlijk heel veel streamen. Omdat ik in Shanghai niet weet hoeveel ik kan streamen. Dus ja, de nerves komen wel omhoog vandaag. En ja, ik ben gestrest. En dat zul je vast merken aan mij. Vooral tijdens mijn stream, denk ik. Ik kan niet zo lang streamen. Vandaag ook ga ik om 7 uur live tot 10. Want daarna moet ik weer aan dat geheime projectje werken. Met mijn broer. Dat is het ene moment dat we allebei kunnen. Dus om 10 uur 's avonds nog ergens aan werken. Ja, het is ook echt te zot voor woorden eigenlijk. Maar goed. Wie hard werkt, die mag ook hard chillen op een gegeven moment. Als ik 50 ben of zo, hoop ik dat ik keihard mag chillen. Nou ja. Ik ga nu in ieder geval nu mijn sportkleding aantrekken. En dan ga ik richting Culemborg voor mijn personal training. Ik kwam dit nog tegen. Nog meer kerstdingen in huis. Die ga ik langs de ramen leggen. Dus zo. Tjoep, dat is vet leuk. Nog meer kerst. Nou, is dat niet leuk? Ik vind het echt leuk. Dit is een slinger. Die kun je in het stopcontact laten zitten. Blijft 6 uur aan. Dus dat is tot 10 uur vanavond. Dan daar de kerstboom. En hier lampjes. Oh, ik vind het zo leuk. En dan daar lampjes. Zo kerstig dit huis. Door al het gekletsen ben ik de tijd een beetje niet in de gaten aan het houden. Dus nu ga ik alles uitzetten. Zodat ik naar mijn personal trainer kan. Sorry als ik laat ben. Oh, ik ben nooit te laat. Ik haat het om te laat te zijn. Dat is een beetje jammer nu met kerst. Moet je alles uitdoen. Behalve die ene slinger laat ik aan. Als je dan thuis komt, dan is die meteen. Ben je niet zo eenzaam. Of in een donker huis kom je dan thuis. Dus nu moet ik rush naar de sportschool. Alles uit. Oké, we kunnen gaan. Loop maar aan, moet je mij. Ja, nee, het zit prima. Dit is Luno. Ik had Luno al geïntroduceerd. De partner in crime samen met Nicky voor Kracht PT. En hij gaat vandaag wat filmen. Dus dan kunnen jullie mijn oefeningen zien. Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy, want you bend that back for me. We won't stop, got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking. But you, I know it, you know it. We make it. Dat was de training van Luno. Verschrikkelijk, ik heb een hele rode kop gekregen. En nu, ja, het is meetweek. Dus we gaan even wegen hoeveel vetjes ik heb. Nou,
Het kan nooit slechter zijn dan vorige keer, want toen had ik terug uit Amerika. Was de burgers. Ja, daar waren de burgers. Dus ik mag leien dat we nu wat lager zitten. Hoewel, er zijn wel wat pepernoten en chocoladeletters ingegaan. Maar ja, ik heb wel meer getraind dan de vorige keer. Oké. Got your feet both fly. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip-locking, but you, I know it, you know it. Kijk, we zijn echt wel veel lichter oplichters geweest. Maar we zijn ten opzichte van vorige week, vorige keer, dat is een maand geleden. Ja, precies een maand bijna. Ja. Dan zijn we vooruit gegaan. Dus nu kan het alleen nog maar verder vooruit. Ik ben dus bij mijn broer aangekomen. Daar ben ik heen gereden, want ik had toch verteld over een geheim projectje. Dat doe ik samen met mijn broer. Of die helpt me daarbij in ieder geval. En daar ben ik nu hier voor. Even gauw een half uurtje. Als het kan. Even er tussendoor sneaken. En ik heb mijn eten zelf meegenomen. Ik heb nog steeds een rode kop van die pt. De lasagne die ik van de week gemaakt heb. Heel lekker. Oh ja, en ik heb een beetje koud. Dus nu krijg ik deze trui even aan. Maar ja, het geheim project met mijn broer. Nou, dan waren ze bij mijn broer geweest. Super nice, want dat betekent dat ik het helft van mijn geheime project dit weekend kan announcen, waar ik heel blij om ben. Dat scheelt toch dat ik van Shanghai jullie iets superleuks kan vertellen, waar ik heel enthousiast mee van ben. En waar ik ook al heel lang voor aan het werk ben. Dus ik hoop dat jullie het ook superleuk gaan vinden. En nu door naar mijn ouders. Ja, vandaag echt een vlug, hup, door dag. Nou ga ik eventjes, ja helaas maar 2 uurtjes streamen. Maar we gaan in ieder geval even streamen. Dus dan hebben we ons gezicht weer online laten zien. Zo, dat was me een dagje wel. Vlogmas dag 6 zit erop. Dankjewel voor het kijken, ik hoop dat je genoten hebt. Geef je natuurlijk een dikke duim omhoog. Zaterdag om 10 uur. Dan heb je deze vlog al gezien. Dus dan is de announcement al hier. Ik durf het toch nog niet te zeggen in deze video. Je ziet het morgen in de video. Ik ben zo hyped. En ik hoop jullie ook. En ik zie jullie heel graag morgen bij een nieuwe vlogmas.